Albert Vlier. Je laatste wedstrijd voor Geenum uit de 1? Ja, dat was mijn laatste. Dat betekent geen 500 wedstrijden? Nee, maar dat is jammer. Maar niet het belangrijkste. We hadden vandaag natuurlijk kampioen kunnen worden. Nou, dat werd hem dan niet. En dan hoop je nog op de na-competitie. En ik denk als je het spel overwicht kijkt dat we gewoon dat zeker verdiend hadden. Zeker eerste helft. Maar ja, goed, je moet hem erin schieten. En dat lieten we vandaag in ieder geval eerste helft zeker na. En dat is jammer. Dan komen zij in een corner volgens mij scoren ze uiteindelijk de 1-0. Dat is dan jammer. En dan komen we nog terug op 1-1. Ik denk dat Daan ook nog best wel kan. Hè. Op dat moment hebben we volgens mij nog 5 minuten spelen. Misschien 6. Ja, dan hoop je een beetje op alles of niets. En dan moet je een beetje geluk hebben op dat moment. Heeft Geenum dan alles in die eerste helft gestopt om maar zo snel mogelijk dat belangrijke doelpunt te kunnen maken. Waardoor de tweede helft met dit weer, met het droge kunstgras, de warmte daarop, dat daardoor de energie een beetje minder werd? Nou, ik denk wel dat we veel gegeven hebben. En kijk, zij hoeven niet. Want zij hebben sowieso aan gelijkspel hadden zij misschien wel kampioenschap of na-competitie. Wij moesten. Dus wij moesten voor de overwinning. En dan moet je ook naar voren en dan moet je de bal richting die goal krijgen. Nou ja, dat deden we denk ik heel goed. Ja, goed, dan ontbrak het een beetje aan geluk. Zie je dan ook in die tweede helft dat de krachten bij de meeste spelers een beetje weggaan? En dat je dan een beetje de wedstrijd uit je handen ziet glippen? Nou ja, zeg maar de controle die we de eerste helft hadden was de tweede helft natuurlijk minder. Het is natuurlijk heel warm wat je zegt en het kost allemaal energie. Ja, en toen werden we, vond ik zelf, wat nauwkeuriger of onnauwkeuriger in balbezit. Hè. Dus de paasjes kwamen niet meer aan. Terwijl eigenlijk wel de ruimtes er nog waren. Ja, goed. Maar goed, we hebben gewoon alles gegeven. En dat is het belangrijkste. Ik denk dat we gestreden hebben om te winnen en om alles te halen wat er te halen viel. Nou, en dit keer is niet gelukt en dat is wel jammer. Tot slot, wat doet nou maar 498 wedstrijden in het eerste elftal van Geenum uit en geen 500 voor jou? Niet zoveel. Het getal is misschien mooi als hij afgerond is. Maar goed, voor de rest doet het me niet zoveel. Ik vind het jammer dat we gewoon niet na competitie hebben of kampioen zijn geworden. Nou ja, en dat nu in het geval nu was na competitie. En dat vind ik jammer, want ik had graag nog willen promoveren en daar mijn bijdrage aan willen leveren. Maar goed, dat heeft niet zo mogen zijn. En het is niet vanmiddag weggegooid. Nee. Maar ik bedoel, over het hele seizoen gezien moet je kijken en evalueren. En we hebben wedstrijden geluk gehad. We hebben wedstrijden onverdiend gewonnen, maar we hebben wedstrijden ook verdiend gewonnen. Nou ja, goed, uiteindelijk zijn we derde of vierde geworden nu, ik weet het niet eens. En dat so be it. Dankjewel. Dankjewel.